is helemaal fijn. Tom. Hoi. Dat is best wel lekker. Dan bedoel ik, ja, ik wist dat is al aan. Kijk eens even. Lara is er. Oh, is je. Thank you.
Beste mensen, hartelijk welkom op deze soirée of matinée intiem onder het motto Dada dendert door. U was getuige van een optreden van de Zwermers, een groep die straks ook nog een paar keer zal optreden en waarvan u dan ook getuige kunt zijn. De nieuwe stijl in Tilburg herdenkt met deze matinée dat 100 jaar geleden de zogenaamde Dada-veldtocht in Nederland plaatsvond. Deze performance was een vernieuwende tournee door 8 steden en een van de steden die daarbij werd aangedaan is Tilburg. De nog jonge kunstbeweging die al die locaties aandeed, vond toen al plaats onder wat toen heette een soirée intime. Het is maar dat u weet waar u bent. Met muziek en klankdichten en stond in Tilburg onder auspicium van Doesburgs boezemvriend en tevens mecenas, dichter, pianist en spoorwegambtenaar Anthony Kok. En die vond plaats in de toenmalige bioscoop aan de Westerdring. Een aforisme van Anthony Kok, dat zult u allemaal inmiddels wel een keer gezien hebben. Dat staat, bevindt zich op het dak van gebouw 79. Zichtbaar vanaf deze kant als u naar de spoorzone kijkt. In de vorm van een 70 meter lang lichtkunstwerk dat in 2021 op het dak van dat gebouw is geplaatst. U krijgt vanmiddag een gevarieerd programma voorgeschoteld met catwalk performances, poëzie en muziek. En ik ben vandaag uw gastheer. En ik ben Jan Boelhouwer, voorzitter van het comité van aanbeveling. Maar die aanbeveling was helemaal niet nodig, want u bent er ook allemaal. En geheel volgens de dadaïstische traditie zal het feit dat ik vanmiddag uw gastheer en presentator ben betekenen dat ik verder helemaal niets hoef te doen. Want dat doen de kunstenaars allemaal, helemaal zelf. Ik wens u een fijne middag. Mijn naam is Ingrid Luyks en mij is gevraagd om in 10, 15 minuten Kok te karakteriseren. En dat valt niet mee in zo'n korte tijd. U ziet hem hier, links en rechts. Links is een heel bekend portret, het andere is minder bekend. Nou heb ik iets aangeraakt dat ik niet moest aanraken. Nog even terug. Er werd al net gezegd, Kok was de verbindende figuur. De context is dat Van Doesburg hem leerde kennen. En beide zijn zeer goed bevriend geraakt. Hij was de boezemvriend, het klankbord van Van Doesburg. En Van Doesburg kreeg bijna met iedereen ruzie. Hij kreeg met iedereen aan de stok vanwege mede zijn grote ego. Behalve met Anthony Kok en met Evert Rins. Maar die komen we zo meteen nog tegen. Ik zal eerst eens een anekdote vertellen. En daarvoor heb ik dit plaatje. Rechts ziet u de schilder Kees Verwij. Kok heeft heel lang in Tilburg gewoond, van 1908 tot 1953. Dat is niet de ene bron, zegt het een het ander de ander. Toen is hij naar Haarlem vertrokken. En in Haarlem, u moet zich voorstellen, het was dus ongeveer 35 jaar na het ontstaan, het lanceren van de stijl. In Haarlem heeft hij aangebeld bij de Haarlemse schilder Kees Verwij. U ziet hier een plaatje van hem, maar hij is daar al een stuk ouder. Maar goed, het was best een plaatje wat ik vinden kon. En hij belde daar aan en hij zei, ik ben Kok van de stijl. Waarop Verwij zoiets had van, alsof hij de prins van Wales was. Alsof ik stijl achterover zou moeten vallen. Goed, Verwij heeft Kok toch binnengelaten. En er moet iets geweest zijn in de figuur van Kok, iets bijzonders, een bepaald charisma, waardoor Verwij helemaal gefascineerd, zo niet geobsedeerd raakte door Kok. En die zei ook, hij had me te pakken.
En dat betekende dat de schilder, kok, 30 plus 1, maar nog meer, een stuk of 50 keer geportretteerd heeft in allerlei hoedanigheden. Mijn idee was om aan de hand daarvan een portret te schetsen van kok, maar dat blijkt moeilijk te zijn. Hier ziet u een paar van die portretten. Ze hadden ook allemaal een titel. De dichter, de occultist, de humanist. De eclecticus, de mysticus, de Romein. Het Romeinse portret vind ik wel erg mooi. Maar ja, wie was hij nou? Want deze portretten zeggen wel iets misschien over de interesse van Kok. Van waar hij interesse voor had. Hij was behalve dus boezemvriend van Doesburg, was hij zeer gepassioneerd lezer. Hij had veel belangstelling voor filosofie, occultisme, esoterie. Hij speelde prachtig piano. Net is al gezegd dat hij ook mecenas was. Hij heeft allerlei kunstenaars gesteund. En hij was dus spoorbeambte. En tussen de middag ging hij altijd piano spelen thuis. En, iets over de context. Hier ziet u links van Doesburg, die hier in 1914 in Tilburg kwam toen de oorlog uitbrak. We hebben net een performance gezien, maar ik doe ook even mijn jasje uit. Beetje warm. Dus de oorlog brak uit en Nederland was, zoals u weet, neutraal. Maar het leger werd wel gemobiliseerd. En zo kwam de schrijver en schilder van Doesburg in Tilburg terecht. Althans, op de rechte heide onder de rook van Tilburg. En daar leerde hij Anthony Kok kennen. Nou, in die context, hè, Nederland was neutraal, maar het was natuurlijk een verschrikking. We hoeven op dit moment maar een krant open te slaan of televisie aan te zetten. En we weten wat voor verschrikkingen een oorlog teweeg kan brengen. En dit was een oorlog waarbij miljoenen jonge mannen van 18, 19, 20 jaar de dood hebben gevonden aan het nauwelijks verschuivende front. Hè. Het idee was een frisse, vrolijke kriek die in 6 weken zou zijn afgerond, volgens de Duitsers, maar dat heeft dus 4 jaar geduurd. En heeft miljoenen de dood ingedreven en anderen compleet verminkt achtergelaten. Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met het ontstaan van Dada, zowel in Tilburg als in Zürich. In het andere neutrale land, zijn de Zwitserland. Daarover zo dadelijk meer. Hier in Nederland ging het er vrij rustig aan toe. En Kok, van Doesburg, die had niet zoveel te doen en was heel ondernemend. Dus die, u ziet ze hier zitten, hij is de tweede van links. Dus hij ging op de fiets en lopend maakte hij allerlei tochten door Tilburg. En het wat apocryfe verhaal gaat dat hij op enig moment door de tuinstraat liep en daar pianoklanken hoorde. Want en daar heeft aangebeld en zo Kok ontmoette. Want Kok die woonde boven de slagerij. Tegenwoordig is het sneaker cleaners. Zo zouden ze elkaar ontmoeten hebben. Maar goed, in ieder geval, hier hebben we nog een andere figuur die van Doesburg enorm inspireerde en aansprak. En tot deze tekening heeft geïnspireerd. En dat was Evert Rinsema. De gebroeders Rinsema waren schoenlappers uit Friesland, ook gemobiliseerd. En die Evert die had een enorme belangstelling voor filosofie. Dat zag van Doesburg en die voelde meteen verwantschap en heeft dit portret gemaakt van de filosoof met de hamer, Friedrich Nietzsche. En zoals u ziet, intussen speelde Kok dus prachtig piano. Ik heb net gezegd hoe hebben ze elkaar mogelijk ontmoet hebben. Maar meer waarschijnlijk is dat ze elkaar hier, op dit punt, waar momenteel Hotel Centraal staat, tegenover het station, dat in volle glorie straks gaat verrijzen, dat ze elkaar hier ontmoet hebben. Want hier woonde Maupin Mannheim. Die kende van Doesburg waarschijnlijk uit Amsterdam. En hier kwamen ze samen. De mensen die dus vonden dat het allemaal anders moest na de oorlog. Van Doesburg was de grote motor en die vond dat er een totaal nieuwe kunstbeweging moest komen. Of dat in ieder geval de maatschappij moest veranderen door middel van de kunsten. En dat deden ze door middel van het organiseren van soirées en matinées zoals deze. En hier ziet u een programma met Nietzsche,
Nietzsche en Van Dijssel. Er waren lezingen, er was muziek en het was een beetje opruiend en opstandig en men wilde iets anders. Zo hebben Kok en Van Doesburg elkaar ontstaan en Van Doesburg is voortdurend met Kok blijven corresponderen. Je ziet hier een voorbeeld van, dat staat Kuper, maar dat is Van Doesburg, want dat was de naam van zijn, dit is zijn eigen naam Kuper, maar hij heeft zich vernoemd naar zijn stiefvader Theodorus van Doesburg. En dus die zijn blijven corresponderen en Van Doesburg wilde heel graag dat nieuwe tijdschrift voor elkaar krijgen, die nieuwe kunstbeweging, internationaal moest het allemaal worden. En in die correspondentie komt dat heel mooi naar voren. Dat is echt geweldig om te lezen. Heel mooi bezorgd door Aliet Ottervanger in het boek De Stijl overal de leiding. En dat is zo op die manier gebeurd. Even kijken wat er nu komt. Nou ja, zulk soort brief om een indruk te geven. Een eigen tijdschrift is natuurlijk broodnodig. Ik snak ernaar. Mijn verse tegen hun stom persenen te kwakken. Dat was ongeveer de toon die Van Doesburg zo nu en dan aansloeg. Nou, de beweging is er gekomen. Dat was weliswaar nadat Van Doesburg vertrokken was. Het is in Leiden ten doop gehouden, tijdschrift. Hier zien we een aantal van de voormannen van de stijl. En Kok ziet u rechtsonder. Hij is de enige die eigenlijk de beide stijlmanifesten ondertekend heeft. En want het groepje viel heel snel uit elkaar. Ze hebben elkaar ook nooit allemaal tegelijk ontmoet. En dus het was een lossere beweging dan wij achteraf denken. Een van de uitgangspunten van de stijl, ik hou het heel kort, was dat het moest dus allemaal anders met de kunsten. Je moest komen tot een kern, tot een abstrahering van de werkelijkheid om los te komen van de bestaande kunst, het moest anders. En hier ziet u een heel mooi voorbeeld. De meesten kennen het voorbeeld van de boom van Mondriaan. Maar hier zie je hoe een grazende koe langzaam maar zeker transformeert tot compositie, ik meen 8. Ja, tussen haakjes koe. Een ander voorbeeld van dit soort geabstraheerde werken, maar hier speelt het toeval een heel belangrijke rol, zijn deze werken links van Hans Arp, Jean Arp, ook een van de dadaïsten die in Zürich beland waren en daar de beweging Dada hadden opgeroepen. Ze kwamen daar elke avond bijeen in Cabaret Voltaire en daar gingen ze eigenlijk burgertje pesten. Want die oorlog die bracht zoveel teweeg, het was iets wat al was ingezet voor de Eerste Wereldoorlog eigenlijk, het verzet tegen de bestaande samenleving, die oorlog was verschrikkelijk. En Dada wilde een einde maken, die stelde tegenover de hypocrisie van een oorlog waarbij de zogenaamde logica belangrijk was. En onder het motto van heroïsme en heldenmoed, soldaten gewoon als kanonnenvlees werden afgeslacht. En daar, wat moet je daar tegenover stellen? Dat was dus iets absurds, iets onlogisch, iets irrationeels. Nou, ik zou er nog een heel filosofisch verhaal bij kunnen houden, maar dan ga ik het allemaal niet halen. Ook Van Doesburg, die ontdekte die dadaïsten, die dadaïstische beweging, die verspreidde zich vanuit Zürich. Er waren Duitsers bij, Fransen en Zwitsers. En die beweging ging zich verspreiden. Dus het is niet in Tilburg uitgevonden, zou je kunnen zeggen, zoals we op dit moment een beetje lezen in de kranten. Maar het is wel enorm door Van Doesburg omarmd. Zodanig dat hij, we zien hem hier als Ika Bonzet. Dat is eigenlijk een soort, als je dat snel uitspreekt, ik ben zot. En als Ika Bonzet was hij dadaïst, schreef hij absurdistische gedichten, want ook de taal was besmet door die bestaande westerse cultuur die failliet was gegaan in die oorlog. Maar Ika Bonzet kon nooit optreden, want het was Van Doesburg en hij wilde niet dat iemand dat wist, en zeker Mondriaan niet. Dus we zien hier een plaatje rechtsboven, en dat zou hem dan zijn, maar dat is eigenlijk Nelly Van Doesburg, zijn derde vrouw, die hier optreedt als, althans, gefotografeerd is als Ika Bonzet, die nooit kon komen. En hij had ook nog een apart tijdschrift van Doesburg voor zijn dadaïstische uitingen en dat was dus Meccano.
Terug naar Anthony Kok, want daar zou ik het over hebben. Kok die was ook geraakt door dat dadaïsme. Hij werd helemaal opgezweept door Van Doesburg om ook dadaïstische versen te gaan schrijven. Dat heeft hij ook gedaan, korte tijd. Hij was oorspronkelijk begonnen met meer realistische versen, zou je kunnen zeggen. Hij heeft onder andere Annie van Beurden, dat is het meisje wat u daar op de foto ziet, met haar broertje Jan. Toen die geboren werd, Annie, heeft hij een heel mooi gedichtje voor haar geschreven, wat nog weinig dadaïstisch is. Maar dat veranderde onder meer onder de invloed, de bezielende invloed van Van Doesburg, die sommige gedichten ook zwaar redigeerde, voordat ze in de stijl belanden, dat waren er maar twee. En hier zien we de twee, en dat is wel grappig, het linker gedicht Jaga Dada, dat was naar aanleiding van de mededeling van de Duitse dadaïst Kurt Schmitters, die kwam naar Nederland voor de Dada-veldtocht en hij zou Leiden, de Leidse Schouwburg, daar zou hij optreden. En toen Kok dat hoorde, heeft hij dus dit gedicht geschreven. Maar het is niet helemaal los van de werkelijkheid. Er staan een aantal, onder andere Papa D, Mama D. Nou, die vriend van Van Doesburg, die heette D, die daar woonde in Leiden. En zo zijn er nog natuurlijk Dada-verwijzingen. Het Jaagpad, dat was waar die mensen woonden. Dus dat komt allemaal op een versleutelde manier. En in ook heel mooie typografie terug in dat gedicht. Schwitters was er laaiend enthousiast over. En die heeft Kok nog een dadaïstisch gedicht geschreven. Vlaheizenswakka, nou ik kan het bijna niet uitspreken. En dat was opgedragen in Kurt Schwitters. Nog even terug naar Hugo Ball. Dat was dus iemand van die in Zürich actief was. En misschien herkent u het een beetje naar wat we net gezien hebben. Hij was de magische bisschop die daar een totaal abstract gedicht op heeft gevoerd, Karawaan. Dus dat is nog veel anders dan wat Kok deed. Dat had nog een zekere referentie aan de werkelijkheid, maar die referentie was er dus bij Hugo Ball niet meer. Goed, na een aantal jaren is Kok gestopt met het schrijven van die dadaïstische gedichten en heeft hij zich helemaal toegelegd op het aforisme. Onder andere misschien geïnspireerd door de volwaardige de verzamelde volzinnen van Evert Rinsema, die ik daar straks al noemde. En een van die aforismen, dat heeft de stichting voor elkaar gekregen, staat dus nu groot op het gebouw 79 hier vlakbij, als lichtend baken met een relatie tot Tilburg, de wereld van heden raast door in daders voetsporen. Nu vertel ik dit allemaal heel kort. Ik ben nu daarmee klaar. Maar het wachten is eigenlijk nog op een biografie. En die biografie, daar is kokkenner Jef van Kempen mee bezig. Al 4 decennia, dus 40 jaar. En die moet dus nog steeds verschijnen. En daarmee dacht ik, in de trant blijvend van de porté van deze middag, misschien wordt het dan een soort wachten op Godot. De wisselwachter van Anthony Kok. Een man, hij bukt, hij grijpt, hij wringt. Een man, hij fluit, het botst, het wringt. Een man, hij fluit, het kraakt, het klinkt. Een man, hij fluit, hij leeft, hij zingt. Een man, hij is vuil, hij is grauw, hij is zwart. Een man, hij is krom, zijn hand is hard. Een man, hij bukt, hij grijpt, hij wringt. Een man, hij fluit, verminkt. Een man, een wiel, een stang, een gil. Een man, het kraakt, hij krimpt, het is stil. Een man, hij is vuil, hij is grauw, hij is dood. Een man, een mens, het is rood, het is rood. Esther Porcelein, dames en heren. Ja. Er komt een speciaal nog een keer langslopen om dat applaus in ontvangst te nemen. Je weet hoe dat gaat. Anthony Kok. En we kennen natuurlijk allemaal Anthony Kok van het aforisme, hè, waar Ingrid het net over had. Dat bovenaan
gebouw 79 boven op het dak gemonteerd is. Of zoals de meeste mensen het kennen, het is gewoon raw, zeg maar. Dus dat is heel, en een klein stukje verder. De wereld van heden raast door in Dada's voetspoor. En je ziet nu ondertussen allerlei teksten in beeld komen. Want de vraag is natuurlijk ook van hoe kunnen we iets van 100 jaar geleden vertalen naar het nu. Met de zin van Anthony Kok zijn namelijk de afgelopen maanden drie scholen bezig geweest, leerlingen van drie scholen, om te kijken of ze geïnspireerd door het aforisme van Anthony Kok zelf ook een aforisme zouden kunnen maken. Dus ze zijn bezig geweest met wat is die wereld van heden? Is dat een volstrekt andere wereld dan de wereld van heden waar Anthony Kok het 100 jaar geleden over had? In Dada's voetspoor heb je het dan over. In welke voetsporen zou jij misschien willen treden? Wie zijn jouw voorbeelden? Door wie laat jij je inspireren? En er zijn drie scholen mee bezig gegaan. Het Odilfus, het Schakelcollege en het ROC. En dat heeft heel veel, nou je ziet er een aantal nu verschijnen. En uit de totale opbrengst van wat dat allemaal opgeleverd heeft, zijn er door een deskundige jury 5 geselecteerd. En als het goed is, zijn die 5 prijswinnaars nu in de zaal. En ik vraag ze straks 1 voor 1 naar voren, dan ga ik wat vragen stellen. En de eerste die ik graag hier, het zijn de 5, hè? Dat is overigens in een volstrekt willekeurige volgorde. Dat is niet een prijs 1 tot en met 5 of wat dan ook. Dus allemaal zijn het prijswinnaars. Ik had begrepen dat er 5 winnaars zijn. Ik heb 8 enveloppen gekregen. Jullie denken van nou, dat is een licht absurd trekje weer van deze middag. Maar dat heeft een reden, daar kom je zo meteen wel op. En de eerste die ik graag naar voren zou willen vragen is Amani. Waar is Amani? Amani komt onder een luid applaus, hoor ik. Ja, inderdaad. Naar voren. Amani, hallo. Hi. Welkom, wat hartstikke leuk. Kom even naar het midden staan. Kom even naar het midden. Amani, hoe oud ben jij? 13 jaar. Je bent 13 jaar en je zit op het Schakelcollege? Ja. Dat klopt, hè? En waar kom je vandaan? Ik kom uit Syrië. Uit Syrië? Aleppo was het, geloof ik, hè? Ja. En hoe lang ben je al in Nederland? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar? Wat goed. En je spreekt echt fantastisch Nederlands. Dat is beter dan dat ik mij verstaanbaar kan maken in Syrië. Dat weet ik vrijwel zeker. Wat heb jij met die zin gedaan? Want ze hebben het op school hebben ze het gehad over van maak jij ook eens een zin? Straks ga je hem voorlezen. Hoe ben je eraan begonnen? Wat was jouw idee erbij? Wat heb je gedaan? Ik was aan het bedenken en dan ik zie... Je was aan het denken van wat kan ik doen? En wat kan ik opschrijven? En meer van wat je zelf hebt meegemaakt of wat je nu meemaakt? Of hoe ben je op het idee gekomen? Ja, omdat in mijn land is oorlog. En dan ik bedenk deze zin. Omdat in jouw land oorlog is, heb je deze zin bedacht. Oké, en we zien hem in beeld. Kun je hem even voorlezen? Ik ben zo blij voor jou dat ik ben. Ik vind het geweldig. Dat is een prachtige zin. Ik ben zo blij of ik vind het zo leuk voor jou dat ik er ben. Dat is toch een geweldige omdraaiing weer van niet van ik vind het leuk dat jij er bent. Het is gewoon leuk voor jou dat ik er ben. Dat vind ik een geweldige twist weer in dat ding. Ik vind het een prachtige zin, hartstikke goed gedaan. En jij mag 1 van deze enveloppen uitkiezen. Geweldig, hartstikke goed. Dankjewel. Mag ik een applaus voor Amani? Dankjewel. Goeie keus uit de enveloppen. Ja,
zit overal hetzelfde in, maar dat weten we nu nog niet. De volgende, die ook in de prijzen is gevallen. Overigens, er heeft een deskundige jury heeft zich over de diverse inzendingen gebogen. En er was een deskundige jury waar Ingrid in zat, Ingrid Luijks en Esther Porcelein. En Clemens Benink, die is hier ook ergens volstrekt anoniem aanwezig tot het moment dat hij zijn hand opsteekt. En daar helemaal achterin, bescheiden als die is, anoniem met een bivakmuts. Bijna. En die hebben deze vijf geselecteerd. En de volgende die geselecteerd is, en die een van deze prijzen in ontvangst mag nemen, is ook iemand van het Schakelcollege. En dat is Mohammad Ali Frey. En die komt ook onder een luid applaus. Overigens, het applaus houdt aan terwijl hij het podium opgaat, hè? Want zo werkt dat. En het zwelt ook een beetje aan als hij hier... Ja, dat is uitstekend. Hartstikke goed, welkom. Jij hebt ook gekeken van wat voor zin zou ik kunnen maken? En hoe ben jij te werk gegaan? Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je begonnen met die zin? Ja. Ik was op school en mijn mentor heeft naar me gezegd dat ik moet een zin over de wereld schrijven. Wat denk ik over de wereld? Ja, en ik heb die zin geschreven. Okay, van hoe jij denkt over de wereld, vanuit jouw idee van nou, zo zit het in elkaar. En dit wil ik ook aan mensen meegeven als een zin waar ze maar eens dieper over na moeten denken. Dat is een beetje het idee, toch? Ja. Heb je hem, we zien hem ook al in beeld, maar kun jij hem voorlezen? Niet het beginnen die we verwachten of het einde. Dat we willen. Niet het begin dat we verwachten of het einde dat we willen. Even een applaus, ja. Wacht even, ik vind het wel... En wat is dat voor jou precies? Van niet het begin dat we verwachten? Of denk je van, ja, dat wil ik niet vertellen. Laat iedereen maar zelf nadenken wat ze ermee doen. Hoe vind je dat? Ik kan vertellen. Ik bedoel met de zin dat ik was in de serie... En ik denk, ik ga doen, want de serie is niet goed, oorlog daar. Ja, en mijn moeder komt naar Nederland en zij brengt mij en mijn familie. Dus je moeder naar Nederland heeft jou met de familie meegenomen. En daar komt deze zin nu vandaan. Dus het gaat over jezelf. Dit is niet het begin dat je verwacht en ook niet het einde... dat je wilt, want je wil uiteindelijk, wil je gewoon terug naar Syrië of hoe moet ik dat dan zien? Ik dacht dat ik ga in Syrië blijven en ik ga doen, maar ik kom naar Nederland en ik ben heel blij omdat ik hier ben. Ja. Ik vind het een prachtige zin, Werk. Ook voor jou, ik geef er gewoon eentje, want het zijn toch allemaal dezelfde. Even een applaus voor Mohammed. Dankjewel. Ook van het Schakelcollege. En prachtige school trouwens. Ze hadden ruim een week geleden een open dag. En dus dan mochten allemaal buurtgenoten mochten komen kijken. Een kijkje komen nemen in dat gebouw. Van hoe gaan ze daar met de lessen om en hoe werkt het daar allemaal. Nou, ik woon daar in de buurt en het is geweldig om te zien. Het ziet er fantastisch uit. En er worden hele mooie dingen gedaan. En mooie zinnen. Bedacht ook door de leerlingen. Ik heb de volgende, en dat zijn er twee. Daar ben ik wel benieuwd naar. Van hoe gaan twee mensen, hoe maken ze met z'n tweeën één zin? En dat is van het Odulfus, en dat is Emma Dumoulin en Tessa Hermans. Geweldig. Hartstikke goed. Jullie hebben ook een zin. Hoe zijn jullie aan het werk gegaan? Want jullie met z'n tweeën, bedenkt één iemand dat dan? Of komt alles volstrekt tegelijk? Nou, we zijn eigenlijk samen gaan brainstormen over wat we interessant vinden. En zo kunnen we elkaar ook inspireren om iets samen te bedenken. Okay. Samen brainstormen en
Kwam je meteen hierop of zijn er eerst allerlei andere zinnen nog daaraan vooraf gegaan? Ja, zeker. We hebben over heel veel dingen nagedacht en we vonden deze wel echt heel mooi. En deze is ook uitgekozen, dus zo is het geworden. Je had ook nog een aantal andere zinnen dus die je nu niet... Want ja, dat is alleen maar minder dan dit natuurlijk, dus dat ga je natuurlijk niet doen. Hoe doe je dat met z'n... Nee, maar ik ben wel benieuwd, hoe doe je dat met z'n tweeën? Want je kunt wel met z'n tweeën gaan brainstormen, maar je moet het toch wel over eens zijn van hoe het... Kijk, zo'n aforisme, dat luistert heel nauw natuurlijk. Hè? Dat moet behoorlijk precies, dat moet eigenlijk precies kloppen van wat je wil vertellen. Hoe gaat dat? Wie heeft dan uiteindelijk de laatste stem? Of is dat echt in volledige harmonie gegaan? In volledige harmonie. Ja. Dat hebben jullie afgesproken, dat het... En dat de een blauw oog heeft, dat maakt het... Hoe doen we dat? Want ik wil graag dat jullie hem voorlezen. Doen jullie dat tegelijk of doe je het om beurten? Hoe werkt het? Of heb je er gewoon eentje die dat dan doet namens jullie? Doe maar al één iemand. Zal ik? Ja, dat is voor Oké. Okay. Ja, pak maar even. Ons aforisme is, ik ontdek, ik ben onzeker, ik ben vrij. Geweldig, wel mooi. Ik vind het wel mooi, hoe ben je hier, begon je met die onzekerheid of begon je bij het ontdekken? Van hoe is dat gegaan? Nou, we begonnen eigenlijk al met het ontdekken, omdat we zitten nu allebei in ons eindexamenjaar. En toen zijn we gaan denken van ja, wat is iets wat nu een groot ding voor ons is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel van ja, dat je een nieuwe levensfase ingaat. Je moet een studie gaan kiezen en daar is eigenlijk ik ontdek bij ontstaan. Oké, en dat onzekere is, dat wat je gaat een eindexamen, heeft dat daar ook mee te maken? Of met dat je niet precies weet wat voor studie het zou moeten worden? Of zijn er meer onzekerheden? Hoe gaat dat? Natuurlijk, je bent, heel veel mensen zijn ook onzeker over zichzelf. Maar het is vooral gericht op dat je onzeker bent over wat voor persoon je wil worden en welke kant je heen wil gaan. Dus met name in je studierichting. Hoe kom je dan na die dubbele punt op, en ook nog met hoofdletters, ik ben vrij? Want je zou kunnen denken van ja, ik ontdek, het is allemaal nog zoeken. Ik ben onzeker, ik weet niet precies waar ik het moet zoeken, hoe ik het moet zoeken. En toch uiteindelijk met dat van ik ben vrij, is dat meer een wens of is dat gewoon het gevoel dat je echt hebt? Meer het gevoel dat je echt hebt, want ja, je kan zoveel richtingen in, je kan zoveel studies kiezen en je hebt eigenlijk heel veel mogelijkheden in het leven en daarom is het ik ben vrij. Geweldig. Ja, ik vind het in ieder geval een prachtige zin. Ik denk dat dit een van... Ja, we weten natuurlijk nooit zeker hoe lang dat aforisme van Kok ook echt op die gevel blijft staan. Dus het zou een pleidooi kunnen zijn om de 100 jaar of zo gewoon een andere... En dat lijkt me... Nou, en de vorige trouwens ook. Maar het lijken me allemaal kanshebbers om ook ergens... Bovendien gevel zat, toch? Nog daken zat. Dankjewel voor jullie bijdrage. Allebei, God weet wat erin zit, maar jullie krijgen het allebei. Even een applaus. Voor Emma en Tessa. En je denkt van ja, hoe lastig is het om met z'n tweeën een aforisme te bedenken? Maar de volgende bijdrage is van een drietal. Dus ben ik wel heel benieuwd hoe dat gegaan is. Dus ik wil opnieuw van het Odulfus wil ik graag Pepijn Winkens, Robbie van Wel en Pien Dubbelt. En geheel in een licht absurdistische Dada-stijl komt het drietal met z'n tweeën. Ja. Dus dat vind ik... wie heb ik hier voor mij? Pepijn. Pepijn, en dan moet jij Pien zijn. Ja, ik ben Pien. Ja, wat goed. Dit is de zin die jullie bedacht hebben. Het is met z'n drieën. Hoe doe je dat dan? Hoe zijn jullie met dat aforisme van Kok bezig gegaan? Hoe zijn jullie begonnen? Nou, ten eerste gewoon heel goed overleggen. En het is eigenlijk gewoon een heel proces. Goed naar elkaar luisteren. Het komt niet vanzelf. Want, ja.
goed naar elkaar luisteren? Is dan iemand komt met een eerste idee en je denkt van, ah, daar ben ik het wel mee eens? Of zijn er heel veel abstracte ideeën en komt er uiteindelijk deze zin? Hoe werkt dat? Nou, iemand had een idee en daar komt dan elke keer een toevoeging bij. Dus zijn wij uiteindelijk op dit gekomen. Dat is mooi, want het is leuk om te horen dat een heel proces is van hoe zo'n zin zich ontwikkelt. En uiteindelijk levert dat een zin op van precies 10 woorden. Snap je? Dus een heel proces. En dat moet je dan, dat is natuurlijk de kunst van een aforisme. Je moet dat zo compact mogelijk zien te krijgen. De palm van je hand, hoe zijn jullie op dat beeld gekomen? Ja, via de telefoons en zo. En tegenwoordig zijn dus regels op school dat je geen telefoon meer mag. En daar gaat het eigenlijk ook over. Dat je geen telefoon meer mag? Dus iedereen zit steeds naar de palm van zijn hand te kijken, terwijl er eigenlijk een telefoon zou... maar als je zo'n telefoon hebt, dan zie je de wereld. Of misschien juist als je dat ding niet hebt, denk je zelf misschien over hoe moet ik het zien? Ja, tegenwoordig komt gewoon alles komt binnen op je telefoon. Op social media, nieuws. Je krijgt gewoon alles gelijk mee. Dus in de palm van je hand krijg je gewoon heel de wereld mee. Ja. Dus dat is hoe de wereld van heden nu voortraast, ja. Zeg maar. Dat is gewoon in de palm van je. Lees hem even voor, want er wordt ook opname gemaakt. En dit wordt dan zo gemonteerd dat ik deze inleiding dan niet gedaan heb en dat jullie hem gewoon dan voorlezen. Dus lees hem even voor. In de palm van je hand verspreidt de wereld zich. Mooi, ik vind het mooi. Ja. Ik zie hier 3 namen staan. Robbie van Wel stond er ook bij. Die bestaat ook echt? Die bestaat ook. Oké. Dan... Neem 3 enveloppen. Ja? Dus 3 enveloppen en wel dat er eentje dan ook voor Robbie zelf is. Ja? Geef ze een applaus. En dan de laatste. Ik heb hier nog één aforisme. En ook van het Adulfus. Kees van Akkeren. Komt u ook op en dit is het aforisme dat jij bedacht. Ja, hoe heb je dat met jezelf gedaan? Want ik zie dat bij jou op school dat meesten dat met z'n 2 of met z'n 3 hebben gedaan. Heb je zelf iets in de groep gegooid en heb je daar zelf op gereageerd? Hoe is dat precies gegaan? Ik heb vooral heel veel nagedacht over de afgelopen tijd met zowel in Israël en Gaza, met Palestina, het conflict, maar nog steeds in Oekraïne en nu ook in de Caucasus. Maar daarnaast ook dat ik nu naar de universiteit toe werk en ik dacht, misschien is het tijd om tegen die vrede, tegen die bestaande orde, toch wel aan te trappen in plaats van dat niet te doen. Maar aan de andere kant, die vrede, die is kwetsbaar en die zien we nu langzaamaan afbrokkelen en daar moest ik aan denken. En wij staan daarnaast te roken? Ja, wij staan daarnaast te roken. Wij zijn verschillende dingen in dit geval. Deels is dat de hele wereld, maar deels is dat ook nu voor mij mijn generatie die toch kiest. Misschien houden we ons een keer niet aan de regels. Misschien doen we het anders. En vanaf nu gaat dat ook echt kunnen worden gedaan met de verkiezingen. Zelfs mijn klasgenoten kunnen namelijk ook al stemmen. Dus vandaar. Vandaar. Ik vind het prachtig, prachtig uitgelegd. Ja, niets meer aan toevoegen. Kun je die zin nog één keer voorlezen? De vrede is een kruid op slag. Wij staan ernaast te roken. Het aforisme van Kees. Hier de laatste envelop. En nog even een applaus voor iedereen die aan het aforisme heeft gewerkt. Dankjewel.
Shut up!
guys. Dit is zeg maar best wel een beetje een soort van, als ja, een ding als zeg maar een soort van het manifest 2 van de stijl of zo. Van die leden die zichzelf dada-sofisten noemden, maar dan zonder de boomers of whatever. Manifesting heet het. De kunst en de mens. Het organisme van onze hedendaagse literatuur en kunst teert nog geheel op de nostalgische, diep egocentrische gevoelens van een generatie die bang is voor een groot verhaal, het leven zelf, en die terugverlangt naar een VPRO-kinderfilmjeugd die nooit echt heeft bestaan. De waarheid is dood. De nostalgische clichés die de uitgeverijen ons leveren, de eindeloze vragen aan auteurs of iets autobiografisch is, de uitleggerige Nederlandse verfilmingen en oorlogzuchtige Amerikaanse bevatten niets van de nodige handgrepen van ons leven. Het woord is betekenisloos. De navelstaarderige en sentimentele ik- en zij-spoken word, die overal en vooral op plekken waar witte vrouwen in grof gebreide vesten iets urbans willen programmeren en met dezelfde gesten tonen dat ze geen idee hebben wat jongere cultuur daadwerkelijk is, wordt nog geperformd onder de invloed van het idee dat authenticiteit voortkomt uit zo min mogelijk nieuwsgierigheid en dat je hyperindividuele traumascore gelijk staat aan zeggenschap, registoverblijfsel van een fantasieloze tijd. Dit vervult ons met weerzin. De psychologische bubbel en echokamers van onze sociale media, slechts berustend op infographics en of het algoritme je woede voert, polariseren en ontmenselijken de ander. De pseudo-psychologische analyse door influencers en het verzanden in therapietaal hebben ook de taal als instrument gedood. De interpunctieloze bij de gratie van avant-gardisme en anders willen zijn dan iets wat ze niet echt goed kennen. De weinig frontale zinsbouw, de angst om het verkeerd te zeggen, waardoor de huidige realisten hun tot zichzelf beperkte ervaringen uitdrukken. We zijn ontoereikend en onmachtig om collectieve ervaringen van onze tijd tot uitdrukking te brengen. Evenals de oude opvatting van het leven zijn de Instagram-posts op de lengte gebaseerd. Ze zijn kort, te kort. De nieuwe levensopvatting berust op de diepte en intensiteit. Zo willen wij de poëzie. Om de gebeurtenissen om ons heen te begrijpen en te kunnen plaatsen en juist buiten ons eigen hoofd en verbeelding te kunnen raken. In de poëzie en kunst en media van de afgelopen decennia is door overheersing van subjectieve ditjes en datjes, potsierlijke wc-potten in musea en oeverloze uitlegkaartjes aan de museummuren en een continue bevestiging van het gelijk door herhaling van de eigen belevingswereld die ook de technologie ons voert, de mogelijkheid om je in een onbekende wereld in te leven te gronde gegaan. Wij willen het woord een nieuwe betekenis en nieuwe uitdrukkingskracht geven. De dualiteit tussen woord, vorm en inhoud moet voortbestaan. De dualiteit tussen verbeeldingskracht en feiten moet voortbestaan, om allebei te kunnen bestaan. De moderne schrijver zal juist beschrijven en schrijven. Haar fantasie kunnen gebruiken om de werkelijkheid beter te begrijpen, zin van onzin te onderscheiden en de eigen belevingswereld niet uitsluitend voor waar aan te nemen. Wij rekenen op de morele en esthetische medewerking van hen die meewerken aan de geestelijke hernieuwing van de wereld. Bye guys, don't forget to hit the subscribe button. Thanks. In de aankondiging voor de volgende optreden wil ik met u een paar piketpaaltjes staan. Mijn naam is Tine van der Weijer, ik ben een van de projectleiders van de Stichting de Nieuwe Stijl. En wat ik zei, ik ga een paar piketpaaltjes staan. In 2000 piketpaaltje 1. In 2023 is Tilburg 160 jaar verbonden aan het spoor. Cruciaal moment, want een paar jaar later vestigde de NS op de locatie waar we nu zijn, hier, de hoofdwerkplaats van de spoorwegen. Vanuit dit destijds afgesloten gebied klonk het lied van de arbeid. Het gehamer van ijzer op ijzer, van piepende en knarsende remmen, van locomotieven door wat nu de spoorzone heet. Ook, dankjewel. Piketpaaltje 2. Nieuw in Tilburg, het vierde perron, dat in dit jubileumjaar Tilburg 160 jaar aan het spoor markeert. Eindelijk.
Je kent paaltje? 3 zijn we al. Nieuw in Tilburg, 2 fietsparkeergebouwen. U ziet ze aan de overkant. Goed voor 7500 fietsen. Flankeren als een markante glazen tweeling de spoorlijn die de stad doorkruist. Doorsnijdt. Piketpaaltje 4. Nieuw in Tilburg, het aforisme de wereld van heden raast door in Dada's voetspoor. Van spoorwegbeambte, experimenteel schrijver, pianist en mecenas Anthony Kok, dat in 2022 in deze omgeving een prominente plaats kreeg. Aan die kant. Piketpaaltje 5. 2023, 100 jaar Dada Veldtocht. Een jubileum dat we dit najaar in een drietal events memoreren. En u bent hier, dus u bent op de hoogte. Piketpaaltje 6. Nieuw in Tilburg, Lokal hier en Mindlabs hiernaast. Het zijn niet alleen buren aan deze locomotiefboulevard, maar ook nieuwe spelers in dit spoorse gebied. En beide hebben de taal, het woord, het denken en de poëzie als motorblok. Als opmerkzaam landmeter wil Stichting Nieuwe Stijl met de hier genoemde piketpaaltjes in overdrachtelijke zin een nieuw te realiseren kunstwerk van poëzie en geluid markeren. En dit samen met u in de komende tijd tot leven brengen. Bij gelegenheid van de genoemde jubilea, de gebiedsontwikkeling van verleden naar toekomst, een dadaïstisch eerbetoon aan de genius Loki, de geest van deze plek en een locomotiefboulevard die een poëzieboulevard baart. Het podium is aan componist en geluidskunstenaar Tom America, die ons al meer over gaat vertellen. Er zullen niet veel kunststromingen zijn die direct voorkomen uit oorlog. Er zijn natuurlijk wel kunstenaars die in opstand kwamen tegen oorlog of een bezetter. En dan ook wel eens een schilderij, muziekstuk, film of gedicht daaraan wijden. Maar Dada is zo'n beetje de enige uit een oorlog voortgekomen stroming die daarnaast ook nog een grote invloed blijkt te zijn. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. In 1916 wilden enkele kunstenaars, ontredderd door de Eerste Wereldoorlog, de kunst opblazen. Elke vorm van nette cultuur was een aanfluiting geworden. De gemeenplaats, de rommel, het voorwerp, het lawaai en de zwarte humor gingen in plaats daarvan de kern van hun werk vormen. Geen nette cultuur meer. Dada bundelde deze nieuwe elementen tot een proces, protest en tot kunst. Hoe kon het komen dat een Europees conflict zo diep doordrong in de ziel en in het bewustzijn van een handjevol kunstenaars? Om dat wat meer te duiden wil ik teruggaan naar de 19e eeuw. Er vonden in die 100 jaar in Europa onder meer 2 grote oorlogsmomenten plaats. In 1815 was er de slag bij Waterloo. Napoleon Bonaparte werd daar op 18 juni van het jaar beslissend verslagen in een grote veldslag die eigenlijk maar 1 dag duurde. Van 11:30 ochtends tot 9:00 s'avonds. Dat was het. Duidelijk een heel compacte veldslag met onmiddellijke uitslag. Zo kon oorlog dus zijn. En in 1870 voelde de Franse keizer Napoleon III zich zo bedreigd door het Duitsland van Bismarck dat hij besloot om deze opkomende natie, voordat die te groot en machtig zou worden, preemptief een kopje kleiner te maken. De keizer verklaarde daarom Duitsland de oorlog. En werd vervolgens in de slag bij de Sedan smadelijk verslagen. Die slag vond plaats op 1 en 2 september 1870. Vrijdag 2 september, u kunt het in de dia zien, in de vroege middag overhandigde de Franse keizer vernederd zijn sabel aan koning Wilhelm van Pruisen en was hij keizer af en Frankrijk verslagen. Dit is 2 oorlog in een behoorlijk compacte vorm. Zo kon oorlog eruit zien. Gaan we nu verder de tijdlijn af en wel 44 jaar later. Het is 1914.
Als gevolg van een klungelige moordaanslag in Sarajevo ontstaat een kettingreactie aan spierballenrollerij tussen naties die eigenlijk best wel zin hadden in een potje oorlog. Een frische, vreugdige krieg moest het worden, waarbij allerlei nieuwe moderne wapens die na 1870 ontwikkeld waren, eindelijk iets konden laten zien waartoe ze in staat waren. Er moesten daarnaast sowieso nog flink wat openstaande rekeningen vereffend worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Frankrijk, dat de vernedering door Duitsland meer dan 40 jaar geleden nog niet vergeten was. Maar het Friese, vreugde of compacte, zoals eerder in de 19e eeuw, bleek een grandioze misrekening te zijn. Wat er volgde was een verschrikkelijke ramp. Om te vergelijken. Afgebeeld ziet u een kaartje van de grootste wijk van onze eigen stad, Tilburg. De Reeshof. Volgens gegevens van de gemeente wonen er op dit moment 44.000 mensen. Terug naar de Eerste Wereldoorlog. Het is 1 juli 1916. De dag dat de slag aan de Somme begint. De Engelsen hadden toen een grote aanval op de Duitse linies in gang gezet. En op die eerste dag van deze gigantische veldslag verloren de geallieerden 60.000 soldaten aan doden, gewonden en vermisten. Waarvan 30.000 in het eerste uur van de aanval. Voor de wijk Reeshof zou dat inhouden dat alle bewoners plus 20.000 extra mensen in één dag uitgeroeid zou zijn. 60.000 mensen gedood, gewond of vermist. De Engelse legerleiding weigerde het falen van de actie in te zien en de strijd ging nog 3 maanden door. Tegen het invallen van de winter was slechts een 100-tal vierkante kilometers veroverd ten koste van onnoemelijk vele mensenlevens. Pas op 18 november 1916 staakten de geallieerde legerleiding de aanval. Niet de oorlog, want die zou nog 2 jaar duren. In totaal waren op het eind van die veldslag, enkel de veldslag bij de Somme, beide zijden samen meer dan 1 miljoen soldaten waren er gesneuveld, gewond of vermist. In datzelfde jaar, 1916, kwam een klein aantal internationale kunstenaars in Zürich bij elkaar, in Zwitserland. In wat zij noemden het Cabaret Voltaire, een avant-gardistisch theater dat op initiatief van Hugo Ball was opgericht. Het betrof een klein zaaltje met plek voor 35 tot 50 man. Deze oprichting van het Cabaret Voltaire geldt als de oer-dada-manifestatie en dus het beginpunt van het dadaïsme. Al deze kunstenaars hadden als gevolg van die reusachtige slagpartij in het hart van Europa het vertrouwen in onze cultuur verloren. Van hun moest nu alles gesloopt worden. En pas na deze schoonwassing zouden ze opnieuw kunnen beginnen. Bij Cabaret Voltaire ontwikkelden de dadaïsten stijlvormen als het choqueren van het gezonde verstand, het choqueren van de publieke opinie, het onderwijs, de instellingen, de musea, de goede smaak, kortom het belachelijk maken van de hele heersende orde. Ze gebruikten voor die shockkunst gebrabbel, spotternij, infantiliteiten uit de irreële kinderwereld en de provocatie om de bestaande conventies te ondermijnen. Die conventies hadden volgens hen mede de grote oorlog veroorzaakt. De dadaïsten geloofden dat deze ideeën een bijproduct waren van de burgerlijke samenleving die zo apathisch was dat ze liever oorlog tegen zichzelf zou voeren dan de totaal verrotte status quo in twijfel trekken. Welnu. Als eerbetoon aan deze weerbare kunstenaars wier invloed tot op de dag van vandaag doorwerkt, komt in het gebouw van de fietsenstalling Noord, hier achter mij, een geluidssculptuur. Zinnen zullen er gaan klinken die door dadaïsten ooit geformuleerd zijn. Aangezien mensen die gebruik maken van de stalling zich daar tussen de 1,5 en 2,5 minuut bevinden, zullen er fragmenten te horen zijn uit geschriften of concrete geluiden. Dat zijn dan korte, virale injecties van meestal 5 tot 10 seconden, met daartussen stiltes van zo'n 20 seconden. Ik laat nu een paar voorbeelden horen. De toon die gehanteerd wordt, kan zakelijk zijn, bijvoorbeeld hier in dit citaat van Tristan Tzara. Maar wat wil Dada dan wel? Het wil niets, maar niets in positieve zin. De toon kan ook spottend zijn, zoals in de huldigingsochtendhymne van Hendrik Werkman.
Orbide de, orbide da, sperate ke, sperate ka, hosade de, hosade da, ad fundum ha, ad fundum ho, 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 ha, 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 da capo po. Of ze kunnen bestaan uit de superieure klassieke nonsens, zoals de oersonate van Kurt Schwitters. Hier een heel kort fragment. Derbebe, derbebe, bumbe, derbebe, bumbe. Ook zijn er zeer korte muzikale fragmenten te beluisteren. Het zijn flartjes uit het repertoire dat pianist Nelly van Doesburg uitvoerde. Zij was de geliefde van de stijlvoorman Theo van Doesburg. En zij vergezelde Theo en anderen mee op de Dada-veldtocht, die vanaf 1922 georganiseerd werd, onder andere, of eigenlijk vooral door Theo van Doesburg. Ik laat nou een heel klein stukje Poulenc horen. En het is getiteld Trois Mouvements Perpétuels. Weer heel andere muziek brengt Jan Handel voort, dat is een latere dadaïst zou je kunnen zeggen, met zijn Voepeltjes-symfonie. Bedenk daarbij dat Handel, dat hij het was, die ooit het debiel aspect als een belangrijke stijlvorm formuleerde. Inspireerde ook zo'n 50 jaar later een schrijver als Kaas Schippers die ultrakorte gedichten ging schrijven. Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. En in Rotterdam was er dichter Cornelis Vaandrager die een eigen variant creëerde in het volgende gedicht. De kroketten in het restaurant zijn aan de kleine kant. Na dit alles een korte impressie hoe deze Dada-flarden zich zouden kunnen voordoen in de Stalling Noord. Wederom, hier achter mij. Ik heb bij de stemmen een kort filmpje gemaakt, voor nu. Dat is er straks niet bij. Er loopt ook een tijdsaanduiding mee. U kunt u zelf bepalen bij welke fiets, weg, breng, snelheid u hoeveel citaten zult horen. Het gehele filmpje begint zwart en eindigt zwart, maar het duurt 2 minuten en 37 minuten. Seconde. Straks wordt het een hele lange loop, dus je hoort niet iedere keer in zo'n korte tijd alles zich herhalen, maar dan hoor je eigenlijk veel meer en dan, nou weet ik veel, een half uur, drie kwartier of zo, komt het weer terug bij het begin. Ik start de clip. Dada is nutteloos, zoals alles in dit leven. Tja, doeme zoem, bomp doem, homp oem, hee ha, hee hee hee, hee zoem, hm, hm, ha, hou, doeme 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 doem. Madame.
Und als sie in die Tüte sah, da waren rote Kirschen drin. Da machte sie die Tüte zu, da war die Tüte zu.
hiermee zijn wij aan het einde gekomen aan dit fantastische, deze fantastische matinee. Ik hoop dat u er erg van genoten heeft, maar u heeft al geklapt voor alle optredende artiesten. Maar ik wil toch ook nog even erop wijzen dat dit allemaal niet mogelijk zou zijn geweest zonder de medewerking van en het beschikbaar stellen van financiën van een aantal instanties. Ik wil ze echt even allemaal noemen. De Bibliotheek Midden-Brabant voor het beschikbaar stellen van de ruimte. De technische ondersteuning natuurlijk. Dank voor de subsidiënten, de gemeente Tilburg, de Stichting Mommers, het Boekenschop, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, het Jacques de Leeuw Fonds, het Jopie Fonds, Interpolis. En dank aan iedereen die dit project vandaag vorm heeft gegeven en de voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. En dank aan u als bezoekers. Het is nog niet klaar met Dada in Tilburg. Want ik wil u wijzen op 15 november op dezelfde plek als hier vindt een soirée plaats. En die zal gewijd zijn aan de iconische architectonische ontwerp van Theo van Doesburg en Cor van Eesteren. In die tijd ook tot de Dada groep behorende architect. Het gaat over het Maison d'Artiste, een icoon van de stijl. De vraag is of dat Maison, dat gebruikt werd, daar was een maquette van op de wereldtentoonstelling in Parijs, of dat gebouwd moet gaan worden, ja of nee. En die vraag die zal in een discussie tussen twee architecten op die avond beantwoord worden. Onder het motto tussen droom en daad. De sprekers zijn Mick Eekhout, dat is een emeritus hoogleraar bouwkunde van de TU Delft. En architect John Kurmeling in Tilburg, bekend van het Draaiend Huis en van de Ophef, de brug aan de Piershaven. En ook van het Nederlands Paviljoen van de Wereld Expo en Happy Street Shanghai in 2010. En ze worden daarbij ondersteund door Thijs Asselbergs, dat is een emeritus hoogleraar ook van de TU Delft, en stedenbouwkundige Ludo Hermans. En in Luiks Galerie aan de Nieuwlandstraat is tot en met zondag 19 november een tentoonstelling te zien over het Maison d'Artiste. Ik hoop u allen op 15 november 's avonds hier ook weer te treffen om zeg maar een hele andere wijze van invullen van de herdenking van 100 jaar Dada in Tilburg nog een keer op een andere manier te beleven. Heel hartelijk dank voor uw komst. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En nogmaals een groot applaus voor allen die dit hebben mogelijk gemaakt.